In deze video laat ik je zien hoe je een foto door tekst heen laat schijnen. Het lijkt in eerste instantie eenvoudig door tekst doorschijnend te maken, maar zo eenvoudig is het niet. Laten we eens kijken wat er gebeurt. We kiezen een foto uit de voorraad afbeeldingen van PowerPoint. Ga op de foto staan en kies voor bijsnijden. Pak de hendel rechtsonder op en vul daarmee de hele slide. Ga nog een keertje naar bijsnijden en kies dan voor opvullen. We zetten er nu een tekst overheen door te kiezen voor een tekstvak tekenen, een lettertype kiezen en een lettergrootte. We gaan nu naar het tabblad vorm opmaken en kiezen het opmaakvenster. Vervolgens kies je voor tekstopties en daar kun je de tekst doorzichtig maken. Maar wat je nu ziet is dat het wit iets doorschijnender is, maar echt mooi is het niet. Er is een betere manier om dit te doen. Dupliceer de foto en zet hem op de goede plek. Kies nu opnieuw voor tekstvak tekenen, lettertype en grootte en maak de tekst vet gedrukt. Klik nu eerst de foto aan, hou de Shift of Control knop ingedrukt en klik daarna de tekst aan. Ga vervolgens naar het tabblad Vorm opmaak en kies voor Vormen samenvoegen. En dan neem je de optie Doorsneden gebruiken. Wanneer je de tekst oppakt, dan zie je dat de letters gevuld zijn met de afbeelding. Omdat je door het samenvoegen van de letters een afbeelding hebt gemaakt in plaats van losse letters, kun je bij afbeelding opmaken spelen met contrast en met helderheid. En daarmee wordt het effect van een foto die door tekst heen schijnt veel mooier. Deze tool zou je bijvoorbeeld kunnen inzetten voor het maken van tussenslides waarbij deelnemers iets moeten doen.